Nogmaals overval Stevenshof. Al 441 jaar lang. Een opening door minister Kamp. Welkom bij het Unity TV nieuws van maandag 8 februari. Zaterdagavond is snackbar Stevenshof aan de Stevensbloem in Leiden overvallen. De overval vond plaats rond 8:30 s'avonds. Onder bedreiging van een vuurwapen is een geldbedrag afhandig gemaakt en zijn de verdachten vervolgens in onbekende richting vertrokken. De politie is een grote zoektocht begonnen. Ook de politiehelikopter zocht mee. De daders zijn twee mannen in de leeftijd 20 tot 30 jaar. De een heeft een blanke huidskleur, is 1,90 meter en droeg op het moment van de overval een zonnebril. De andere man is donker getint, 1,70 meter lang en heeft dreadlocks en een gouden tand. Beide verdachten waren geheel donker gekleed. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900 8844. Dat kan ook anoniem via 0800 7000. Naar aanleiding van de overval heeft het CDA Leiden vragen gesteld aan het college. De partij pleit voor verbetering van veiligheid in de Stevenshof. Het CDA wil meer preventieve maatregelen in de wijk treffen. Voornamelijk willen zij dat er camera's opgehangen worden in de Stevenshof en rondom station De Vink voor betere toezicht. Wij denken als we camera's gaan neerzetten bij de uitvalswegen van de Stevenshof, hè, want de Stevenshof is erg aantrekkelijk voor criminelen om overval te plegen, omdat het zo'n goed bereikbare wijk is. Je komt er zo in en je bent zo weer weg. Dus daar willen we mee beginnen. Maar het belangrijkste hiervan is dat we een signaal willen afgeven aan de criminelen die in Leiden actief zijn van de Stevenshof. Daar kan het gewoon niet meer. Daar zijn we nu echt klaar mee. We gaan alles aan doen om het te voorkomen. Het KNMI heeft voor maandag vanaf 1 uur 's middags tot middernacht code geel afgegeven voor gevaarlijk weer. Het wordt onstuimig met kans op zware windstoten. Code geel is de op 2 na hoogste alarmering van de 4 die het KNMI gebruikt. Aan zee kan de wind vaak stormachtig zijn en in de kustgebieden wordt een windsnelheid tot 100 km per uur verwacht. Halverwege de maandagochtend nam de wind tijdelijk af, maar in de middag en de avond keerde de windstoten weer terug. De Universiteit van Leiden vierde maandag haar 441ste verjaardag. Vanaf 3 uur 's middags was er een viering in de Pieterskerk. Geert de Snow, professor biodiversiteit en duurzaamheid, gaf de disoratie. De titel van de oratie luidt Succesvol Natuur Beschermen. De plechtigheid was live te volgen via streamingvideo en werd vertaald in het Engels. Tijdens deze plechtigheid werd er een eredoctoraat verleend aan Jennifer Tour Shah, onderzoeker in onder andere de statische fysica en discrete wiskunde. Verder waren ook de directeur van Microsoft Research, Dr. Shahs, en Dr. Frank den Hollander, hoogleraar van kansrekening, aanwezig. De muziek tijdens de DIES-viering werd uitgevoerd door muzici van de Academie der Kunsten en de Veenfabriek. De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben zich zondag in Soest geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi. In een sfeervolle ambiance werd tegenstander Red Stars met 44-101 teruggewezen. In de komende halve finale stuiten de Leidenaren op Landstede Basketbal uit Zwolle. De eerste wedstrijd is op 24 februari in de eigen 5 meihal. Minister Kamp van Economische Zaken heeft maandag tijdens een werkbezoek aan het Bioscience Park Leiden de Biotech Training Facility geopend. Dit is een trainingscentrum dat zich richt op professionals werkzaam in de medische sector, zoals farmaceutische bedrijven, apotheken en ziekenhuizen. Het is een zeer uitgekiende faciliteit hier waar je op het hoogste niveau middelen beschikbaar hebt om te zorgen dat personeel wat je als bedrijf in dienst neemt of in dienst hebt, om dat goed opgeleid te krijgen, goed geschoold te krijgen en ook in staat te stellen om hun vaardigheden bij te houden. De minister kreeg na de opening een rondleiding door de trainingsfacility. Samen met burgemeester Lemfrink liep hij langs de specialistische ruimte
waar op dat moment hard gewerkt werd. Het is eigenlijk een hele mooie faciliteit om mensen die op het Science Park werken extra trainingen in datgene waar ze normaal mee moeten werken te geven. En dat is natuurlijk ontzettend goed voor de bedrijven, want die hoeven dan hun eigen productiefaciliteit niet stil te leggen voor die trainingen, maar kunnen hier gebruik van maken. En bovendien kun je allerlei oefenomgevingen creëren die je in het bedrijf zelf niet goed kunt realiseren. De Biotech Training Facility is een uniek concept waarvan er over de hele wereld maar weinig te vinden zijn. Belangrijk voor de bedrijven op het Bioscience Park, maar ook zeker voor de Universiteit Leiden. Maar er zijn weinig universiteiten die een faciliteit als deze ter beschikking hebben. De Leidsuniversiteit is bijzonder sterk in de wisselwerking met het bedrijfsleven. Heel succesvol. Ik zie iets vergelijkbaars in Leuven in België. En je hebt er nog een paar. In Ierland zit een faciliteit die met deze faciliteit vergelijkbaar is. Maar als je kijkt, de gemiddelde universiteit, die likt de vingers erbij af bij wat hier beschikbaar is. En dat doet ook wethouder Robert Strijk. Omdat het trainingsfacility de concurrentiepositie voor Leiden versterkt. Daardoor zorgen we ervoor dat het voor bedrijven interessanter is om zich in Leiden te vestigen. Want hier kun je je personeel laten trainen en dat is een continu proces. Dus dat is een reden om hier te komen, dan blijft die werkgelegenheid die hier in de afgelopen 4 jaar al met 1700 banen is gegroeid. Dan blijft die groei doorgaan. Ik zeg elke keer over 10 jaar werken hier 10.000 mensen meer. Dus dat is belangrijk voor Leiden. Toch gaat het niet alleen om de economie en het onderwijs. Maar ook om de productie van nieuwe geneesmiddelen. Nou, als je goede omstandigheden creëert, een goede wetenschappelijke omgeving, goede samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. En ook zorgt dat het niveau van het personeel hoog is. Ja, met de Nederlandse ondernemingsgeest die we hebben, dat blijkt iedere keer weer. Die combinatie daarvan, daar kunnen we heel ver mee komen. Dat zien we hier in Leiden, dat zien we in Os. Maar ook als je kijkt wat er hier gepresteerd wordt, wat dat op de wereldmarkt voorstelt. Ja, dan zijn we echt heel goed bezig hier in Leiden. En dan nog het weer. Zoals al vermeld was het vandaag een stormachtige dag met wind uit het zuidwesten. En de weerfoto van vandaag werd gemaakt door Jeroen Dirksen in Oegstgeest. Het was bewolkt en er vielen hier en daar wat regenbuien. De temperatuur lag rond de 10 graden. En vannacht blijft het bewolkt met veel neerslag. De temperatuur daalt naar de 6 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Het wordt bewolkt met hier en daar een kans op een regenbui. De temperatuur is maximaal 7 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig, wel neemt de wind geleidelijk af en de gemiddelde temperatuur ligt rond de 7 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdag om 6 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. En ik wens je nog een hele fijne dag.